In paragraaf 3.1 zagen we dat de islam zich razendsnel verspreidde. In de periode van iets meer dan 100 jaar werden alle groene gebieden hier op de kaart islamitisch. In deze paragraaf zullen we gaan kijken naar de verspreiding van een andere monotheïstische godsdienst, het christendom. Dit is dus in eerste instantie een culturele paragraaf, omdat het over het geloof gaat, maar we zullen zien dat een aantal vorsten ook een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het christendom. En die verspreiding zien we hier op dit kaartje. Dit kaartje vind je ook in je boek terug. De donkerrode gebieden zijn de gebieden waar het christendom als eerste voet aan de grond kreeg. En hoe lichter het gebied is gekleurd, hoe later het gebied tot het christendom ging behoren. In paragraaf 2.4 hadden we al gezien dat het christendom in de 4e eeuw tot staatsgodsdienst van de Romeinen werd uitgeroepen. Maar nadat de volksverhuizingen hadden plaatsgevonden, werd het christendom langzamerhand teruggedrongen. De Germaanse volkeren die het Romeinse Rijk binnenvielen, die hadden vaak niets op met dat christelijk geloof. Ze hadden hun eigen natuurgodsdienst met hun eigen goden en hun eigen gebruiken en rituelen. Maar al heel snel zien we dat er initiatieven worden genomen om het christendom toch weer te verspreiden. Die verspreiding gebeurde vaak op twee manieren. De eerste manier was via missionarissen. Monniken die naar een bepaald gebied trokken om daar de bevolking te proberen te overtuigen van de juistheid van het christendom. Het eerste gebied waar dat gebeurde was Ierland. Vanaf halverwege de 5e eeuw trokken er een aantal monniken naar Ierland toe die probeerden om de Keltische bevolking daar te bekeren tot het christendom. Dit lukte en dan zien we dat een aantal Ierse monniken naar Groot-Brittannië trekken om de bevolking al daar tot het christendom te bekeren. En die Ierse monniken krijgen hulp vanuit Rome, want de paus stuurt ook een aantal missionarissen naar Groot-Brittannië toe. En nadat Groot-Brittannië is bekeerd tot het christendom, maken een aantal Engelse monniken de oversteek naar het Europese vasteland. De bekendste daarvan zijn Willibrord en Bonifatius. Deze monniken probeerden de Germaanse stammen in onze gebieden, Nederland en Duitsland, tot het christendom te bekeren. Dit ging niet bepaald van een leien dakje, want zo zou die Bonifatius bijvoorbeeld zijn vermoord door een groep Friezen die maar niet naar hem wilde luisteren. Vaak kregen deze missionarissen steun van christelijke vorsten. En dan hebben we ook meteen de tweede manier te pakken waarop het christendom verspreid raakte, namelijk via vorsten. En de Frankische vorsten die speelden hierin een belangrijke rol. In het jaar 496 laat de Frankische koning Clovis zich tot christen dopen. Hij is op dat moment in oorlog met de Alemannen. En hij is de strijd aan het verliezen. En hij blijft de hele tijd maar zijn Germaanse god Wodan om hulp vragen. Maar desondanks worden zijn verliezen alleen maar groter. En dan besluit hij naar zijn vrouw te luisteren. Zijn vrouw is christelijk. En Clovis besluit tot de god van zijn vrouw te bidden. God van mijn vrouw, als gij echt zo sterk zijt als mijn vrouw beweert, kom mij dan helpen en laat mij winnen. Dan zal ik mij tot het christendom bekeren. En je raadt al wat er gebeurt. De Franken winnen de oorlog en Clovis laat zich met duizenden andere strijders dopen. Vanaf dat moment is het Frankische Rijk een christelijk rijk, want Clovis en zijn opvolgers die zorgen ervoor dat ook de gewone bevolking van dat Frankische Rijk zich tot het christendom bekeert. Heidense rituelen worden dan verboden. En met heidense rituelen bedoel ik niet christelijke rituelen. Een Frankische koning die heel erg belangrijk is geweest voor de verspreiding van het christendom, zagen we al in de vorige paragraaf voorbij komen. Dat was die koning Karel de Grote. Hij wist bijvoorbeeld de Saksen te bekeren tot het christendom. Andere koningen die ook belangrijk waren bij de verspreiding van het christendom waren de Duitse koningen en de Russische koningen, die ervoor zorgden dat het christendom ook in het noorden en in het oosten van Europa doordrong. En zo zien we dat rond het jaar 1200 heel Europa op het zuiden van Spanje na christelijk is geworden. Bij die verspreiding zijn er echter een aantal problemen. Die kleuren op dat kaartje, die zeggen eigenlijk niet zoveel. Want uit die kleuren kunnen we niet opmaken in hoeverre de gewone bevolking nu echt geloofde in die christelijke God. En wat we zien is dat veel mensen die zich lieten dopen, toch vaak vast bleven houden aan hun oude Germaanse gewoonten en gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de verering van de heilige eik die we hier op het plaatje zien. En pas na het jaar 1000 zien we dat de bevolking zich ook echt christelijk begint te voelen en de heidense rituelen steeds meer achter zich laat of ze juist inpast in het christelijk geloof.
Het tweede probleem bij de verspreiding van het christendom zijn een aantal volkeren die Europa van alle kanten bedreigen. De moslims in het zuiden, de vikingen in het noorden en de Hongaren in het oosten die Europa aanvallen en de verspreiding van het christendom tegengaan. En als laatste probleem zien we ook nog eens dat er een scheiding in dat Europese christendom ontstaat. Een zogenaamd schisma. In 1054 krijgt de paus uit Rome ruzie met de patriarch van Constantinopel, de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. De paus wil heel graag dat de mensen in het Oost-Romeinse Rijk ook onder zijn gezag vallen, maar de patriarch van Constantinopel wil daar niks van weten. Ze komen daar niet uit. Bovendien spelen er nog wat andere kwesties over wat nou de beste manier van geloven is. En dan wordt er besloten tot een scheiding. Het christendom raakt verdeeld in een Rooms-Katholiek en in een Grieks-Orthodox gedeelte. En dat zien we op het kaartje daaronder. Het oranje gedeelte, West-Europa, dat is Rooms-Katholiek. En het blauwe gedeelte is Grieks-Orthodox. Er wordt in dezelfde God geloofd, maar op een iets andere manier, en bovendien is er in beide gebieden dus een andere leider.